En dan is het moment aangebroken dat we deze wedstrijd echt kunnen gaan zien. Na zoveel gesprekstof vooraf. Want wat staat deze wedstrijd in de schijnwerpers? En terecht, want we verwachten niets minder dan een geweldige pot voetbal. We zijn heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Volg het op EA TV. Hallo iedereen en welkom in Duitsland vanuit het Signal Iduna Park. En ook in deze wedstrijd wordt het commentaar verzorgd door het duo Guter en de Vos. Dit moet bijna wel een voetbalwedstrijd worden. Het is Borussia Dortmund tegen Juventus. Gordijnen dicht, de voordeur op slot, een lekker drankje op tafel. Nou, scheidsrechter, een overtreding op deze plek is gele kaart waard. Zo, de man met de fluit laat zien dat hij gelijk bij de les is. Geel. Ja, je kunt duidelijk zien dat deze scheidsrechter vanaf het begin van de wedstrijd kort bovenop zit. Hij zet hem voor. Hij komt hem naast. Oh, die zat er bijna in. Uitstekende doelpoging. Hij weet hem wel laag te houden. Dat is al knap. Maar uiteindelijk belandt de bal aan de verkeerde kant van de paal. Aan de zijkant krijgt hij ruimte. Jeroen Dusan Vlahovic is zo'n speler die we graag volgen. Youssoufa Moukoko. Atrapidin met de redding van dichtbij. Het is de redding van de week. Ik dacht dat het een goal zou worden. Vlahovic. Mooi is een keer. Hij stoomt verderop. Wolf met de bal. De bal voor het doel. Ja, goal! Cool. Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. En vervolgens lijkt die speler hem hard binnen te werken. Maar doet hij het anders? Hij verrast de doelman met een lepe volley. Prachtig afgemaakt. Verder bij een kleine achterstand voor Juventus. Alexander. Weston McKennie. En zo mag iemand niet afstoppen. Dat lijkt me geel. Dat wordt bestraft door de scheidsrechter. Even kijken hoor. Ja, die krijgt geel. Filip Kostic hier en de bal kwijt. Nico Slotterbeek. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Knappe redding van Piri. Die in.
inzet was van heel dichtbij. En toch heeft hij hem. Komt het deze maken. En nog eenmaal. Ja, natuurlijk. En zo komt Borussia Dortmund op een voorsprong van 2 doelpunten. Ja, deze actie. Moet je nou toch kijken. We zijn natuurlijk wel iets van hem gewend, maar het is toch elke keer weer genieten als hij zijn man voorbij gaat. En dan gaat de bal er ook goed in. Ja, ze spelen de hele wedstrijd al zwak. En je voelt gewoon dat ze straks een enorme donderspeech zullen gaan aanhoren in de kleedkamer. Hoeveel levert in? Adeyemi. Kokodan. Oh, knap gered, zegt die bal. Juventus mag gaan ingooien, gepaard de grensrechter. Voordeel gegeven, Juventus mag door. Hier is Adeyemi. Lekker gepakt, deze bal. Mooi, Pierin. En nu heeft de scheidsrechter de gelegenheid om hem alsnog die gele kaart te geven. Ik zweer het je, die speler die hoopte stiekem dat hij het vergeten was. Maar niet dus. Hij probeert naar binnen te komen. Goed geblokkeerd. Kan Hazard. En die bal vliegt binnen. Goed en makkelijk afgerond van dichtbij. Op het juiste moment gereageerd, maar vooral op het juiste moment positie gekozen. Dat was alweer het derde doelpunt. 3-0 de stand. Vlahovic. Bin Sebaini. Hier is Sabitzer. Hier. Mokoko. Grote kans voor Mokoko. Nee, zonde. Deze gaat niet door. Er wordt gevlacht, het is net buiten het spel. Op het randje hoor, zie je het echt op het randje. Zonde, want die kans werd mooi uitgespeeld. Daar gaat het balbezit. Alleen de doelman nog voor zich. Vlahovic. Vlahovic. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Een ontzettend grote kans om te scoren, maar Perin keert die bal. Centrum. Heel mooi blok van die speler. Een hoekschop, nog één. Richting het centrum met de bal. De bal
staat zijn mannetje. Dit werd dan weliswaar geen doelpunt, maar er gaat er meer dan genoeg in. Kijk eens hoeveel kansen Borussia Dortmund al niet heeft gecreëerd. Zwak verdedigend werk. Nou, hier moet je nou net niet de bal kwijtraken. Hij mist. Oh, van dichtbij zeg. Wat een mooie kans was dat. Ja, inderdaad. Zie je, hij probeerde de bal te plaatsen, maar hij belandde niet in de doel. Marius Wolf. Dat zal niet in problemen brengen. Een grote kans hoor. Hij zit en zo vergroot hij de voorsprong tot 4 treffers. Vrije goal. Uit het boekje zeggen ze dan, hè. Een voorzet afgerond met het hoofd. Daar schittert. Hij is eerder bij de bal dan de verdedigers en komt raak. Ze spelen hier ver onder hun niveau. De hele wedstrijd al. En de coach die zit zich echt op te vreten. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen. En hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. Vlahovic. Weston McKennie. Hij gaat schieten. De doelman werkt de bal naast de goal. Fantastische redding hoor. Corner voor Juventus. Paul Pogba. De tegenstander weet er niet aan te stoppen. Katachtig die doelman. Mooi gered. En start die Bromma maar. De voorzet wordt gegeven. Bal via Perry. Het spel gaat verder. Hoogte gevaarlijk, maar ze hebben het opgelost. Hij pakt de bal op de helft van de tegenstander. Wie maakt ze van de keeper? In het midden van de 16. Maar ze kunnen zichzelf niet belonen. En dat schot gaat recht op het doelman af. In de baan van het schot. Knap weggewerkt hoor door de keeper. Bal naar het midden. Perrin, maar het gevaar is nog niet weg. De scheidsrechter fluit voor het einde van de eerste helft. Haha, deze speler speelt vandaag een hele sterke partij. Hij is lekker op dreef vandaag, hè. Hij voetbalt heel direct, zoekt constant de kortste weg naar het doel. En dat heeft al tot een goal geleid. De ploegen zijn terug op het veld voor de tweede helft. Waarin Borussia Dortmund op dit moment de beste papieren heeft. Ja, en dan is hij er langs. Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. Ja, er zijn natuurlijk weinig spelers met zo'n traptechniek, hè. Kijk eens,
hoe die bal richting de spits wordt gestuurd. En dan is het om af te rekenen met de keeper. En die doet dat heel kundig met een hard geplaatst schot. Ja, dat kun je aan deze speler wel overlaten. De aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0. Hij blijft maar gaan met die bal. Vlahovic. Hij gaat het proberen. Over de lat. Maar een lekkere knal. Hazard. Fischer kan erin. Aanval wordt zo gestopt. Goed gedaan. Daar is ruimte voor Filip Kostic. Erg gevaarlijk om er zo in te gaan in de 16. Moukoko. En hij komt eruit met de bal. Duikt mooi naar de bal. Borussia. Weston McKennie. Kokko. Wat deze maken. Een doelmanloos doel. Haha, lekker dan. Doelpunt. Natuurlijk. Hij schiet hem in het open doel. Een 100% kans die hij vanzelfsprekend niet onbenut laat. Wat denk je? Zou die doelman misschien niet beter gewoon op de doellijn hebben kunnen blijven staan? Had vandaag beter thuis kunnen blijven. Ja, ze spelen de hele wedstrijd al zwak. En je voelt gewoon dat ze straks een enorme donderspeech zullen gaan aanhoren in de kleedkamer. Hoe ver zullen ze hem laten komen? Deze paas wordt onderschept. De doelman maakt zich groot. Knappe redding. Alexander. Daar is Locatelli. Er ligt ruimte voor een counter. Voordeel. Voor Juventus oordeelt de scheidsrechter. En met de bal aan de voet de uitbraak. De bal is nog steeds in het spel. Het gevaar is voorlopig weer geweken. Alleen de doelman nog voor zich. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten. Slordig van Borussia. Federico Chiesa. Hier. Moukoko. Komt er een doelpunt aan. Perrin. Met een enorme redding in een 1-tegen-1 situatie. Hazard. Schot wordt goed geblokt. Mooi om daar de bal te veroveren. Daar grijpt de doelman niet in.
Zo, wat een boeien zeg! Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor. Daniele Rugani. Manuel Locatelli. Doelpoging. En boem, nog een goal. Ze maken gewoon gehakt van deze tegenstander. En het is niet eens woensdag. Je zou haast medelijden krijgen. Wat een dreun. Wat een enorme knal. Ja, de bal wordt perfect geraakt. Optimaal. Wat een kracht zit er achter die bal. Ze spelen hier ver onder hun niveau. De hele wedstrijd al. De coach die zit zich echt op te vreten. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Hier voor Kokken. En daar is nummer 2 van deze speler. Wat een goal! En wat is hij? Meedogenloos voor de goal vandaag. Goed en makkelijk afgerond van dichtbij. Op het juiste moment gereageerd, maar vooral op het juiste moment positie gekozen. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Filip Kostic. Hij schudt de tegenstander van zich af. Aangespeeld in de 16. Hij heeft een mooie reactie in huis op die inzet. Youssoufa Moukoko. Marius Wolf. Blijft op een gevaarlijke wijze binnen de lijnen. Gevaarlijke situatie. Gevaarlijk dat hij daar de bal kan afpakken. En daar grijpt hij tijdig in. Adeyemi. Tackle op eigen helft loopt goed af. En hij komt eruit met de bal. Ze houden het hoofd achterin. Adeyemi. De bal weer heroverd. Voor de gegeven. Juventus mag door. Mogelijkheden voor een counter. Wat is een bal voor Borussia. We hebben nog 9 minuten te gaan. Federico Chiesa. Het einde van de wedstrijd is in zicht. De zege is min of meer binnen voor de thuisploeg. Dit was zeldzaam goed. Ze hebben een onvervalste hat-trick. Dan ben je een goeie hoor. Ah, ongelooflijk ziet. Hij legt ze er allemaal in. Een kans, een goal. De verdediging maakt geen schijn van kans. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. Die speler heeft op dat moment nog eigenlijk zijn handen vol aan zijn belagers. Maar op de een of andere manier weet hij toch aan ze te ontsnappen en op de been te blijven. En rolt hij het ook nog af. Ah, dit is een heerlijke goal. Arkadiusz Milik. Bal verspeelt de Juve. En nu snel schakelen voor de counter. En weer een doelpunt. Ze gaan maar door. Ze maken de ene naar de andere treffen. Fantastisch gewoon. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. Dan alleen op de keeper af, niet aarzelt en de bal heel hard en zuiver in het netje legt.
overtuigend gedaan. Met dit doelpunt wordt het verschil nog groter en is de wedstrijd wel gespeeld. Dit moet het doelpunt worden. Ratatatatatatata, die gaat er uitstekend in. Wat een weergaloze individuele actie zeg. Hij gaat er vandoor en uiteindelijk weet niemand hem af te stoppen. Hij rolt de kans af. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Chiesa. De zijkant ligt momenteel de ruimte. En dan moet Chiesa scoren toch? Een prachtige reflex. En zo redt hij het. Al vroeg druk gezet. Lijkt fijn. Toch de kans. Hij houdt het knap tegen. Voorzet terug op het teamgenoot. Prima redding. Laatste minuut van de wedstrijd is ingegaan. Voordeel voor Juventus, oordeelt de scheidsrechter. Hij komt met een schot. Schot makkelijk gestopt door de keeper. Het is voorbij deze wedstrijd. De overwinning is voor Borussia Dortmund. Oh, wat zal die trainer tevreden zijn. Niet alleen heeft dit team hartstikke goed gespeeld. Die uitslag, hè, die zegt alles.